Ja, het is weer de zoveelste blunder, hè? Van de politiek in Den Haag. Ja, met dat asielbeleid. Ze hebben het al gedaan met het stikstofgebeuren, met die boeren. Ja, het komt er altijd weer op hetzelfde neer. Ze luisteren niet naar de mensen. Er wordt niet geluisterd. Er wordt niet gepraat. Er wordt gewoon maar gedicteerd. Er wordt besloten. Wij gaan linksaf, wij gaan rechtsaf. En zij maken het wel even uit allemaal. Wat is dat voor beleid? Zo kan je niet een land besturen. Dat geeft uiteindelijk enorm veel chaos en boosheid bij je eigen burgers. Dat kan niet uitblijven. En dat is nu ook weer het geval met zomaar dat Terbergen aanwijzen als plek waar asielzoekers naartoe moeten. En die mensen die wilden dat niet. Daar was al gesproken en dan toch doordouwen. Dat is het kabinetsbeleid van dit moment. Ja, want mensen van Ter Apel, waar ze al te maken hebben met die asielzoekers, ja, die schrijven mij. Die zeggen, Harry, zeg daar nou eens wat over. Want ze hebben het wel over dat die mensen daar moeten slapen voor dat centrum. Maar wij als inwoners van Ter Apel, dat zijn er dus ongeveer 9000, die krijgen ineens duizenden asielzoekers daar op hun dak. Ja, die mensen die zijn het kotsbeu, schrijven ze aan mij. Ze zijn er helemaal klaar. Ze zijn ook bang. Die mensen zijn bang. Ze hebben hun eigen burgerwacht daar. Zo erg is het al. Ze moeten een paar keer per week rennen ze door de buurt om te kijken of er niks gebeurt. Of dat er weer een opstootje is met asielzoekers. Ik zeg niet dat die alleen maar slechte dingen doen, die asielzoekers. Maar die mensen in Ter Apel, die zijn gewoon bang. Het zijn er waarschijnlijk allemaal veel te veel daar. En daar wordt niet naar geluisterd, naar die mensen in Ter Apel. Maar dat moet je wel doen. Dat zijn wel je eigen burgers. Dat zijn allemaal Nederlanders. En die hebben daar dus gewoon geen zin in. Dus dan moet je dat veel meer gaan spreiden en dan moet je daar een heel ander beleid op loslaten. Het is makkelijk natuurlijk vanuit Den Haag om daar in je keurige villaatje te besluiten dat je asielzoekers moet opvangen. Ja! En dan zeg je gewoon ook nog een beetje arrogant als Randstad. En jullie in de provincie zoeken het maar op. Maar het is natuurlijk een hele andere koek als je daar zelf tussen moet gaan wonen. Hé? Vanuit je riante villaatje. Dat doe je natuurlijk niet. Nee, nee. En dan moet Ter Apel, of in dit geval Terbergen, die moeten het dan maar oplossen en zoek het maar uit. Want je gaat niet ineens in tegen een gemeente. Je zegt niet, Terbergen, dat mag niet. Nee, je raakt de bevolking, de mensen die daar wonen in die gemeenschap, die raak je gelijk. Want die zitten ineens opgezadeld met een paar honderd mensen. En die denken, ho, wat gaat hier gebeuren? Ik zat hier rustig, veilig in mijn dorpje. En nu? Ja, daar moet je ook rekening mee houden. Dat is ook beleid, kabinet. Hey, denk ook eens een keertje gewoon aan je eigen mensen.